Het is de Bossenmarkt waar we nu zijn. De huiskamer van onze prachtige mooie stad 's-Hertogenbosch is natuurlijk niet alleen als de kraampjes staan, maar het is natuurlijk altijd de markt. Maar de ziel is er wel uit. De ziel is compleet verdwenen. De reuring, de gezelligheid, de terrassen, het gekabbel, het geklets van mensen is weg. Het is echt triest. En ik hoop echt zo dat de horeca straks, voordat de genadeklap valt, het toch blijft redden. En dat ze met opgeheven hoofd straks uit deze situatie kunnen komen. Ja, het is niet een normaal begin van de Bossenmarkt, maar we zitten nu eenmaal in een tijd die niet helemaal normaal is. Maar we proberen wel het leukste van te maken natuurlijk weer tijdens deze uitzending. Meneer, ik loop op de buitenste ring van de markt. Ja. Ik denk, wij zijn toch allemaal ongezellig, alle kroegen dicht. Een luikje waar je een bakje koffie kunt krijgen om mee te nemen. Ja, ik vind het ook waardeloos. Een Bossenaar die plekt op de markt. Ik zie aan uw ogen dat je betere tijden hebt gekend vroeger. Ja. Dat je er niet vies van zijn bent geweest. Nee, ik heb goed geleefd. En dat probeer ik nog te doen, ondanks mijn handicap. Wat heb je voor handicap dan? Ik ben door een foto van de dokter mijn been kwijtgeraakt. Oh echt? Welke dan? Oh, dat is een kunstbeen? Ja. En, een foutje van de dokter? Ja. En ik heb die mens gewoon niet kwaad aangekeken. Want je kunt allemaal fouten maken. Ja, maar ja. Ik vind alle fouten hoor. Ik vind toch ook. Ja. Ik wou bijna zeggen, ik ben niet snel op teentjes getrapt. Nee, maar die mens die zal het ook niet graag gewild hebben. Nee, natuurlijk niet. Dus, we moeten dan. Ja, steen en been klagen heeft ook geen nut. Nee, en hem eraan zitten ken je ook niet meer. Ik kan ook niet. Ja, oh. Ja. Ja, ik ben heel nuchter wat dat betreft. Nou, je kunt er wel een mooi spijkertje in hangen om een sleutel aan te hangen. Ja, en ik ken hem van alles. Ik ken hem ook uitdoen en jou een opflikking. Ik probeer altijd even te kijken, tot hoe ver kunnen we nou gaan? Maar je bent gewoon een vrolijke mens, hè? Dat vind ik heerlijk. Ja. En hoe lang is dat geleden dan? 10 jaar. En dan ben je van op de een andere dag ben je je been kwijt. Ja. En hoe zit het met die fantompijn? Ik heb nog nooit gehad. Dus vanaf het moment dat, want tot hoever is het tot onder de knie of tot? Ja, 10 centimeter onder de knie. Dus, want normaal, heel veel mensen hebben dan af en toe nog, ook al zit het been er niet meer, jeuk aan de voet, hè, die fantompijn of dat fantomgevoel. Daar heb ik nooit last van gehad. Daar heb ik met mijn portemonnee. Ik ook. Want ik geef graag geld uit, maar ja, het komt niet door uit mijn binnen. En dat is het hele eieren eten. Hey, ja, en vanaf dat moment heb jij ook opnieuw moeten leren lopen en doen? Ja, ik kan goed lopen, ik kan fietsen, ik kan mijn vrouw onder de sodemieten schuppen. Dat doe jij niet? Nee, nog nooit. Dan slaat ze dadelijk, zoals ik het zelf zeg, met dat stuk hout wat je daar hebt, voor hun eigen kom. Ja, dat doen we ook, maar ja. Zing eens, oh kleine jodeljongen. Oh, kleine jodeljongen. Oh, we hebben onze eigen makkenelen in de bos, geweldig. Ja, je kent me mijn alle kanten op. Weet je, het is onze vaste plek altijd. Hier beginnen we altijd, bij Café de Druif. Het tafeltje dat daar staat. Met elkaar, gezellig, elkaar ontmoeten. De week doorspreken, de leuke dingen, de minder leuke dingen, de politiek, de roddel. En nou is er een... Nou ja, goed, ja, hier moet dicht. Ja, helaas wel. Maar ja, we moeten maar iets origineels gaan bedenken dan. En opvallen tussen alle mooie horecazaken in de stad die allemaal takeaway doen, afhalen, brengen, bezorgen.
Dus wij dachten, we gaan over naar de Most Wonderful Time of the Year. En meteen met de kerst. Gewoon een kerstgevoel naar buiten straks. Ja. Via deze, ja, dit uitgifteluikje. Want het je mag, takeaway mag, hè? Ja, zeker. Een lekker glühweintje, een bakje koffie. Dus echt kartonnen bekers of zo. Ja, glühweintje, daar moeten we nog even overleggen. Want het heeft ook weer met alcohol verkopen voor... Oh, dat mag ook niet. Maar je mag toch voor een bepaalde tijd wel alcohol verkopen? Ja, klopt. Maar volgens mij mag het alleen vanuit ons als het bij eten verkopen. Dus zeg maar om zo met een glühweinpot te staan mag dan weer niet. Alleen als we een broodje bij bestellen. Dus misschien... Bij aankoop van een glühwein een broodje met kaas van Mieke gratis. Ja, misschien een leuke deal van maken. Iets van een blokje kaas met zes glühweins of zo. Dan heb je het erbij. Maar... Nee, luister eens. We hebben nou de tweede keer dat jullie redelijk knock-out geslagen worden. Met jullie bedoel ik dan de horeca. Hoe moet dit nou verder? Ja, dat is een hele goede vraag. Het moet allemaal niet te lang duren. We zetten wel onze schouders eronder natuurlijk. Maar ja, het is wel gewoon... heel vervelend allemaal. Ah, gelukkig mogen we nog met honderden naar de kerk, naar de moskee en in een vliegtuig. Ja, dat klopt. Dat is wel heel fijn. Ja, daar heb ik ook nog over nagedacht om daar iets mee te doen. Maar nee, ja, dat klopt. Dat je van de druiven kerk maakt. Precies, zoiets. Ja, nee, het is gewoon echt rampzalig hoe het nu allemaal gaat. En een beetje Pinkstergemeenschap, die kan mooie muziek maken. En een lekker drumstelletje erbij, een basgitaar, huppatee. Ja, nou ja, goed. Ja, maar goed, ik snap het. Ja, het is, nou ja, ik kan niks anders zeggen, heel veel sterkte. Ik ben mijn plekje in ieder geval nu voor de komende week kwijt. Ja. Dus wij lopen ook maar gewoon met de ziel ons arm. Maar na de horeca is zoveel wat daar nog achter zit. Want de mensen denken alleen maar dat het om het café gaat. Maar achter die horeca zit heel veel natuurlijk. Zijn de mensen die er werken. De studenten die een centje bijverdienen. De taxichauffeurs die stilstaan. Ja. De drankleveranciers die geen kant meer op kunnen. Het licht, het geluid. Ja, dat noemt me allemaal op. Nou ja, het is natuurlijk, alles staat met elkaar in verbinding natuurlijk. Dus als het slecht gaat met de horeca, gaat het ook slecht met de leveranciers. Met inderdaad wat je zegt, heel veel. Eigenlijk is alles natuurlijk in één grote ketting aan elkaar vastgelegd. En ja, zo zonde. Dus niet alleen de horeca treft daarin, maar natuurlijk ook inderdaad andere branches. En inderdaad leerlingen die hier ook een centje komen. Ja, ik zou wel weten wat ik zou doen. Ik zou gewoon restantpartijen gaan verkopen. Met spijkerbroeken en truien. En ik zou er gewoon een winkel van maken even. Ja, misschien is dat nog wel een optie. Ik zou eens kijken wat er mogelijk is. Dat is niet te geloven. Ja, weet je, wat je doet, en dat vind ik leuk, het is bestamkroegske de drijf. Jullie zijn creatief en ik hoop dat jullie, ze zeggen altijd, ik hoop dat er de zomer doorkomt. Maar ik hoop dat er de winter doorkomt. Ja, dat hoop ik ook. Het wordt geen winterslaapje in ieder geval. Dus, Hey, ik hoor hier roepen, ik krijg koffie voor niks. Ja, ik krijg geen koffie voor niks. Dat is een, ik kan het niet begrijpen, want zo hoor je alles hier normaal niet hoor. Nee, Peter wou betalen, maar ik zeg, dan haal ik een onroos bij, want dat moet gefilmd worden. Dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Nee, Peter, en ik wou zeggen, iemand die iets gratis krijgt, die met een vurk schrijft, dat is toch niet mis? Nee, dat klopt. Nou, ik schrijf niet. Nee, dan ga ik eens eten voor een keer. Nee, ik zeg, ik schrijf met een hark. Oh ja. En toen zei hij van, is het gratis? En zei hij tegen die meneer, wilde van mij ook wat drinken. Hé, hey, maar ben ik geen koffie aan het trakteren, meneer Peter? Ik kwam trakteren, joh, maar ik ken je van niks van hem. Ik dacht, wij zijn aan de hand. Ja, dan doen wij er ook een, Adrie, hè? Als dat toch niks is, dan doen wij er ook een, hè? Tuurlijk. Als het maar voor niks is, nul, hè? Ik heb het net voor zijn broodjes betaald, hè? Hoe gaat de stichting om met de 1,5 meter en met het... Kijk, maar het is natuurlijk wel lekker gewoon buiten winkelen, hè? Ja, het is, we hebben posters gemaakt. Er staat op voorkom verspreiding van het coronavirus. En er staat ook de Bossenmarkt. Dit is de Bossen supermarkt, openlucht supermarkt. Dus, en dan mensen met pin betalen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, er hangt wel een beetje een grafstemming op dit moment. We hebben het er net over gehad en de sfeer is echt wel minder. Je ziet de mensen gericht komen, ze kopen en ze zijn weer weg, zou ik maar zeggen. Dus de angst zit er wel in. Ja, dat merk ik ook hoor. En dan de gezelligheid van de kroeg rondom het plein is... Ja, het is een samenwerking. Hè. Het is een samenwerking, horeca, mat, zou ik maar zeggen. Het is een gebeuren. Hè. Dus je gaat naar de mat, je pakt een terrasje, je kijkt naar de mensen. Mensen kijken terug. Hè. Het is een wisselwerking. En heb je nou wel veel koffie dan? Of niet? Alles is dicht. Ik verkoop gewoon eindelijk hetzelfde. Alleen hoeveel koffie verkoopt je nou per jaar zo? Ik zou het bij God niet weten. Ik zou het echt niet weten, dat meen ik echt. En hoeveel geeft het per jaar weg? Ik denk wel een paar duizend. Oh, dan valt het mee. Hij geeft er een paar duizend per jaar weg koffie. Hai. Nog een kwartje geeft hij weg. Je kent zijn familie toch wel, hè, van vroeger. Hè? Je kent zijn opa nog vroeger met uit de frietent. Nou, dan komt doe maar een frietje mayonaise. Maar dat dintje kwam met een lepeltje.
dan gaf hij maar de helft voor op. Hè. Helft ik vind wel erg dat hij negatief is, vind je niet? Nee, maar daar komt Peter dacht dat hij iets gezien te hebben, maar dat kan je niet, want hij kwam niet boven de toonbank uit. Daar is het. Ja, dat klopt. Normaal zie je Peter hier niet lopen, maar nou is Madurodam dicht, want Peter is de burgemeester van Madurodam, dat weet het toch wel, hè? Ja, dat dus, weten we, ja. Dus, en normaal is je hier niet, met wel op zaterdag en het weekend werkt hij altijd in Madurodam, maar dat is nou dicht en daarom is je nou hier. Ja, jongen, hij blijft katten tegen mij. Hij blijft wel katten. Ja, niet normaal. Hè. Gelukkig zijn er toch nog een paar mensen in dit gezelschap normaal, vind je niet? Dit werkt zo, toch niet wel? Nee. Ik kan ook gerust zeggen, dat is een bak warm water. Verder is het ook niks. Nee, er nog verstand van, ook nog. Nee, dat is... Hier krijg je geen gemaakt meer van deze koffie. Hey, ik weet niet of het allemaal uitgezonden wordt. Ja, dan ben je te laat. Ik zie een bekend gezicht. Bart van Dal, het Vlijmen. Prins Carnaval geweest. Ja, maar ben ik ook niet hulp Sinterklaas geweest ooit? Hulp Sinterklaas, maar dat ben ik heel mijn leven. Hoezo? Is er zo veel eisend dat, tot die? Ja, heel mijn leven, daar bedoel ik, staat in dienst voor een ander. Maar als hulp Sinterklaas, even want we hebben natuurlijk ook nog kleinere kijkers, hè? Als hulp Sinterklaas, want als Sinterklaas te druk heeft, dan heeft hij natuurlijk hulp Sinterklaas. Ja. Daar mogen de kinderen best weten dat hij af en toe wel een dubbelganger heeft, hè? Ja. Hoe zit het nou met die hele situatie? Ja, dat is heel moeilijk nou. Heel moeilijk. Ja, maar moeten wij ons eigenlijk nou aanpassen? Of gaan we gewoon door blijven gaan zoals ik het van mijn opa en oma heb? Het liefste. Het liefst. We zouden natuurlijk gewoon lekker met elkaar bezig moeten kunnen blijven. Onze tradities, die moeten we neerhouden. En we laten ons eigenlijk daar toch door leiden. Ik vind dat heel jammer. Want je bent nou geen hulp Sinterklaas meer? Nee. En ben gestopt. En? Ik heb het al jaren gedaan en ik vond het heel fijn. Maar je ziet nu steeds meer de verharding. En dat is gewoon heel jammer. Hey, Lol. Ja. Je hebt er nog beelden heel van. Jammer. Heb je er nog beelden van? Ik vind het gewoon heel jammer dat we al die tradities moeten laten varen. Hoe fijn was het? En doe eens even tegen Adrie zeggen dat hij dit jaar stout is geweest of zo. Dus je al op Sinterklaas, hè? Maar Adrie. Je had toch wel deze keer een klein beetje beter op kunnen passen. Dat doe ik toch altijd? Ik ga de hulp iets sturen en je krijgt er dan langs. Wel, echt, het moet nu nou jou zo toespreken. Daar zijn we weer. Wat gaat de week toch snel? Nou, echt hè. Heb je nog leuke dingen meegemaakt de afgelopen week? Leuke dingen? Nou ja, goed. Dat we natuurlijk voorzichtiger aan moeten zijn, dat is natuurlijk minder. Is dat niet leuk? Nee, dat is zeker niet leuk. Horeca dicht, dat vind ik echt heel jammer. Maar ja, goed, als we allemaal een beetje opletten. Ik had wel een hele aparte deze week. Oh ja? Ja, tegenwoordig heb je, ja, we kennen uit onze tijd niet meer, want we hebben nog in de klasbanken naast elkaar gezeten, ja. Op de Lucasschool. Ja. De gender reveal party was er van mijn dochter afgelopen zondag. Ja. En ik krijg een kleinzoon. Oh, proficiat, wat leuk zeg. Ja, de rook uit de dingen was blauw. Ja. En het leuke is dat de verloskundige, die weet dan welk geslacht het wordt. Ja. Zij willen dat niet weten. Die stuurt het dan door naar de fabrikant van die fakkel. En dan zien zij ook voor het eerst aan de kleur of ze een jongen of een meisje krijgen. Zo, dat is leuk. Ja, dat is apart, hè? Ja, dat is heel apart. Ja, dat is het mooiste wat er is, twee jongens. Ik heb ook twee zonen, dank twee kleinzonen. Ik vind dat zo leuk, ja. En wat oud zijn ze nou? Die is 7,5 en de jongste is bijna 5. Dus... Ah, gaat hard, hè? Meri, we worden oud. Ja, ik zei al, ik weet nog wel op de lagere school, ja. Hè? Dat was zo, Leuke tijd, hè? En ik weet niet of er nog mensen zitten te kijken die vroeger op de Lucasschool hebben gezeten. Met de ene in de zesde klas, dan meneer Maas, of de andere kant meneer Van Eyck. En hij is meneer Van Eyck helaas te veel te vroeg overleden. En ik heb er nog zoveel mooie herinneringen aan. En ik denk dat op de lagere school jouw karaktertje toch ook wel een beetje gevormd wordt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik vond op Zuid echt leuk wonen. En de school, ja, Lucasschool, was gewoon een leuke school. Ja. En als ik dan terugdenk aan, zou ik maar zeggen, mijn vorming, dan denk ik dat Ton van Eyck, want daar praten we over, de meester van de zesde klas, dat hij toch wel voor een heel groot deel heeft bijgedragen aan een positieve zin van een stukje opvoeding. En dat meen ik echt, want ik heb heel veel respect gehad voor die man altijd. Ik vond het ook een aardig, ja, allemaal leiding die leraren en leraressen. Maar ja, we hebben alleen bij elkaar bij Van Eyck gezeten in de zesde klas. Ik zou het echt niet meer weten, maar ik vergeet het. Jij doet het mij elke keer herinneren, maar ik word ook maar opa hoor. Klopt. Hey, deze week hebben we een vrouwengeurtje. Deze keer een vrouwengeurtje. Ja, ik dacht aan Trésor Nuit. Waar, wiet? Trésor Nuit, ja. Wat zei ze, wil wiet? Ja, dat is niet. Behoorlijk rokken. Dat is night. Dat is... dat klinkt hoog, ja. Welke is het deze? Ja, nee, die daarna.
Deze. Ja. Alles met een hartje. Nee, ik wil hem nu proeven. Goed. Ah, zo. Hoe smaakt die? Ranzig. Nou was ik snel, hè. Nou kon het me niet. Ja, sorry. Weet ook eens wat dat is. Ja. Dat is deze. Dat is dus... En die is eigenlijk de geur van... Van Lancôme. Gaan we die doen? Het is geen trésor wit, maar niet. Niet. Het is niet... Het is eigenlijk wit, niet wit. Maar ruikt het toch lekker? Lekker hoor. Oh, heerlijk. Ik ruik naar de wiet. Trésor... Ik ruik naar de wiet. Ja. Nou, we gaan hem doen. We gaan hem weggeven. Wiet, mevrouw. Oh, daar hoef ik niet. Heeft u geen ruitwissers? Dat is een heel kapje, hè? Wat zegt u? Dat is een heel kapje voortaan. Ja. Maar ze hoeft het niet, maar ik heb wel een heel leuk cadeautje. Ik heb een heerlijk geurtje, ja, die mag ik dan weggeven. En er is al zoveel discussie over wel mondkapje, geen mondkapje, of een zo'n dingetje. Wat is dat, uw vrouw? Ja. Weet je, maar omdat ze dan toch meedoet, vind ik het wel leuk om een cadeautje zo te doen. Nou, dat vind ik wel. Komt u uit Den Bosch? Komt u hier uit Den Bosch? Ja. Halfheuvel. Oké. Dat is een heerlijk geurtje, dus dan heeft u het zogenaamd niet van mij. Dan moet ik haar als cadeautje geven dan. Ja, zeker. Ze heeft het wel door, hoor, denk ik. Ah, ja. Dat geeft niks. Dat is prima zo. Oké, nou, veel plezier ermee. En veel succes. Dankjewel. Zeg, je staat hier te kijken om een klok te kopen. Ja, Nol, ik sta hier te kijken een mooie klok uit te zoeken. Maar heb jij misschien een ideetje? Ja, ik heb die de vorige keer gekocht, maar dan had ik hem in het zwart, geloof ik. Ik vind die ook wel heel mooi. Maar moet op tijd thuis zijn, of we hebben het met de tijd dan? Ja, ik ben al te laat, hè. Dus ik denk dat... Oh, daar ga ik even naar. Wil ik even iets meer van weten. Waarom is hij altijd te laat? Ik kan er geen antwoord op geven. Je wilt er geen antwoord op geven? Te laat. Je hebt een mondkapkop. Ja. Ik zit te denken, stel maar, ik zeg niet dat het bij jou zo is, hè, maar stel voor dat een vrouw nou voor 1500 euro geïnvesteerd heeft in opgespoten lippen. Dan zie je dat niet meer. Nee, dat klopt. Maar we houden het safe, hè? Dat is, maar jouw man, is, of ik tenminste, ik ga ervan uit. Jullie zijn er, ja. Maar die doet het niet. Dat is hem keuze. Ik doe het wel. En wat vind je er dan van dat ik er bijvoorbeeld niet op heb? Ik vind het eigenlijk niet goed, want we hebben geen 1,5 meter. Oh, nou, nee, de mannen kunnen sowieso heel goed afstand inschatten. Nou, zo dan. Belangrijk. Ja, helemaal goed. En, maar wat de vind je... Het moet wel langer zijn eigenlijk, hè? Nee, want het blijft allemaal hetzelfde. Want ze doen met zo'n lange stok. Ja? En die plopkap, wat, daar gaat het om, die doen ze nooit verwisselen. Dit is allemaal flauwekul. Nee, dat is altijd flauwekul. Dan doen we maar gewoon een mondkapje op. Ik heb geen lippen die verborgen moeten worden. Nou, dus... Nee, ik zeg niet dat zo is, maar ik zeg bij vrouwen die dan wel... iemand die dus geen mondkapje op doet. Ik wil er geen op. Ik ga er ook gewoon never nooit niet een op doen. Ja. Dat is toch ook een keus? Dat is ook een keus van jezelf, ja. Maar ik vind het geen slimme keus. We moeten met z'n allen erachter staan. Toch? Maar de overheid heeft toch gezegd dat het geen nut heeft. En op de verpakking van de mondkapje staat ook... Het beschermt... Nou, ik kijk in de gezondheidszorg en daar is het wel heel belangrijk. Ja, met een medisch kapje, dat wel. Zeker, daar ben ik het mee eens. Maar dit is geen medisch kapje. Dit is een medisch kapje. Oh, zie ik dat verkeerd al? Ja, ze lijken allemaal op elkaar. Nee, dit is een medisch kapje. Ik heb er ook eentje laten maken. Wil je hem zien? Ja. Ik laat hem niet aan de mensen thuis zien. 75. Kijk. Ja, die moeten zeker op doen. Ja, daar wil ik eigenlijk ook dat het zo is. Maar ja. En dan zijn jullie nieuwsgierig, hè? Oh, volgende week Bossenmaat kijken, want dan heb ik hem bij me. Hoe is het? Met mij goed nog. Maar wie ben ik erin? Ik ben erin van Stakenburg. Dat is lang geleden, denk ik, of niet? Hoe heet ik met de voornaam? Ik heet Kees. Nee, die andere. Stakenburg, die hebben toch gewoond in de Lingenstraat vroeger? Dat weet ik niet. Of zit ik helemaal verkeerd? Dat weet ik niet. Hij hebben vroeger op de Siep gewoond. Oké. Oude Siep. Dus je bent een Cypriaan? Ik ben op de Siep geboren, ja. Welke straat? Als ik het goed heb, in de Grutostraat. Langs de spoorlijn. Ja, een grutte werd een grote bek en een bossenaar ook. Ja, dan blijven we ook nog een grote bek, hè? Zijn dit ook niet waar? Jawel, want een grutto die heeft een grote snavel. En een bossenaar heeft ook een heel groot snavel. Ja, dat klopt. En waar woon je nou tegenwoordig? Ik woon nu tegenwoordig op Pambaak. Ja, dus. Pas van de vrouw af.
Niet waar. Jawel, jawel. En waarom? Ja, ging niet meer, denk ik. Dus, het zij het uitgemaakt? Ja. Ik heb 3 kinderen, dus er dan eentje van mij. Dus, ja. Hoe oud ben jij nou? Ik ben 57 nog. Oh, dan ben je wel een beetje laat begonnen met kinderen, of niet? Ik heb er een van 14, hij is 7 en eentje van 6 heb ik nog. Oké. Dus. En op een gegeven moment zei Peer er tussenuit? Ja, het ging gewoon niet meer, dus... Veel bonje? Nee, dat niet, nee. Dat niet? Ik ben geen ruzie maken al. Nee, maar je kunt toch wel veel bonje hebben. Ik heb ook wel eens bonje thuis. Maar ik niet. Ja, we hebben wel eens bonje gehad. Gewoon bakvachten, maar voor de vader is niet. Nou. Ik wilde nog een oproep doen, want er zijn heel veel vrijgezelle vrouwtjes die zitten naar ons te kijken. Ja, ik zit er niet op wachten al. Kijk gewoon niet. Wij verlopen even lekker zo. Oh, ik heb ook weer de schoonmoeder bij, dat is een ellende. Ja, daarom. En ben blij dat ik nou een beetje van mijn schoonmoeder af heb. Dus. Of zo erg? Nou, af en toe. Ik vind elke week wel moeilijker worden hoor, met die bloemen allemaal. Van wat gaan we nou toch kiezen? Ik zie een... Bol chrysant, denk ik. Ik ga het vragen. Mevrouw van de Veer, is dit een hortensia en een bol chrysantje? Hey. Dat ik dat weet, hè? Dat is toch zeker bovenop geschreven. Ja. Nou, we gaan hem weer uitdelen bij van de firma van de Veer. Hier tegenover de Ethos. En we kijken wie er gelukkig gaat worden. Nou ja, Adrie. We moeten nog naar Bertie en die is altijd redelijk, dat is best wel altijd een lang gesprek. De bloemjes moeten we nog doen. Maar als ik deze nou eens aan jou geef, jullie Jacqueline, want die is jarig geweest. Oh, die zit er wel fijn in. Die is jarig geweest. Komen we van de Veer? Geweest, ja. Ja, want af en toe moeten we eigenlijk ook wel een klein beetje kietelen. Ja, dat weet ik niet. Ze zeggen toch altijd, als je er iets van wil maken, moeten zelfs de slingers ophangen in het leven. Dat klopt. Ja. Laat ik het nou eens gewoon zo doen dan. Ja. Jacqueline. Ik kan helaas niet op een verjaardag komen, want je mag maar met z'n vieren er zijn. Dus, en dan in 6 shifts te doen, dan ben je de hele week zit in de bende, daar schiet niet op. Dus dan doe ik het maar via jouw knecht. Deze bloemen van Hanneke en mij, ik heb ze voor niks gehad bij Van de Veer, dat weet ik. Maar geef ze wel aan jou. Dat is als heel blij mee. Ja? Gefeliciteerd nog met de verjaardag, nog heel veel jaren. Dag jongeman. Een mooi jasje dan, jongen. Ja, mooi toch? Hij was eerst een beetje gewatteerd, maar nu ik wel af ben gevallen, maakt hij nog wel dik. Dat is wel zo. Maar nou gaat het. Het afvallen is wel meegevallen hoor. Ja. Nou, ik vind dat ik het goed doe. Ik denk dat jij die mens omgekocht hebt. Dat denk ik echt. Ik begin heel vrolijk. Dag jonge man, zeg ik. Nee, ik zeg een mooi jasje. Ja, dat is waar. Ik kreeg wel een compliment terug. Dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja. Is druk? Nee, gegod, merken tot de corona eraan komt, hè. Wordt een beetje minder druk. En onze Roderick van Oranje. Met zijn fluoriserende baard. En die dochters hebben die zagen dat je nog in Griekenland ging. Willem-Alexander heette een fluoriserende rode baard. Ligt even een baard. Dat ziet toch altijd als hij op vliegveld. Dat is altijd in heel Nederland. Is hij weer van de landen terug? Is er geen reclame-stunt geweest? Van we gaan en dan gaat Nederland die gaat op zijn kop staan en dan komen we terug. Dan laten we zien dat we toch terugkomen. Dat is een teken van arrogantie. Denk je toch je meer bent dan de rest? Want hij had met de Silotron willen vertrekken en met de Silotron terug willen komen. Dat is gewoon het punt van arrogantie. Maar dan moet ik even iets kwijt tussen ons. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit is echt gebeurd wat ik nou vertel. De mensen kennen niet meer incasseren. Kijk. Ik hou jou voor de gek. Jij doet mij corrigeren. Graag als ik iets fout zeg, zeg jij mij op mijn nummer. Maar we gaan altijd vrienden weer aan elkaar. Ja, zeker weten. Maar ik zal jou vertellen, er komen ook wel eens mailtjes binnen. Ja. En dan schrijven ze, je moet die kwal niet meer filmen, want die doet jou steeds vernederen en dit en dat. Nou, dat is niet zo'n punt, want dan schuiven we vandaag uit. Hè. Ik zit toch niet meer. Nee, maar mensen snappen niet dat daar gewoon wel, het is wel een beetje een... Hebben ze dan gezegd, je kwal niet meer filmen? Nee, ja, misschien iets andere woorden. Oh, want dan schaak ik mee uit. Dan stop ik nou nog. Na één mailtje. Ja. Echt waar, joh? Jij vertelt het met trots tegen mij, hè, want het doet jou goed, hè? Nee, dat doet mij helemaal niet goed. Ik zie toch een beeld weer mooi, man. Nee.
Maar nou, dit is echt gebeurd. En dat wil ik zeggen. Dat is 35 jaar geleden gebeurd. Ons Sientje zei tegen mij, we moeten samen naar een feestje toe. Ik zeg, Sientje, ze moeten mij niet mee naartoe nemen. Ik zeg, ben ik de enigste bosnaar, ben ik toch? Ik zeg, dat gaat fout. Nee, Bartje, dan leerden de mensen kennen dit en dat. Nou, dat is 35 jaar geleden. Ik ga dus zitten op die verjaardag. En hij had altijd degene die snijdt het leukste vindt, hè. Een goede bosnaar, die liggen in orde. Allemaal mop over het bos. Ik zeg, carabinier moeten worden, zegt Kleitrapper. Zeg, want jij vindt wel echt een humorist, hè? Wat had hij moeten worden? Nee, carabinier, preut. Humorist. Humorist, oké. Okay. Humorist had je moeten worden. Toen zei hij tegen mij, hij zei, weet ik even of een bosnaar niet onder water kan zwemmen? Ik zei, dat weet ik niet. Hij zei, om zijn bek niet kan houden. Toen zeg ik, zeg jij, zandhapper. Zeg, kan jij wel onder water zwemmen? Ja, ik wel, zei hij. Ik zeg, dan moet ik maar de kooikarren bedekken, want ik zoek erin met een waterkop. Iedereen lacht maar van het lachen, hij heeft nooit meer gepraat tegen mij. Kijk, die willen wel uitdelen, maar niet incasseren. Kijk, dat is niet mooi, hè? Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik heb nou ook een kennisje, waar ik heel goed mee contact mee heb. Iets verder, want nou praat een beetje Wilfred Genee-achtig. Ja, maar dan blijft het eventjes nog, hè. Blijf lekker nog. Met een kennisje, is dat een man of een vrouw? Nee, dat is een vrouw. En ik krijg iedereen nog, bent lief van Noorroos. Ik zeg, dat meen je toch niet? Jij moet lief zijn voor hem. Kijk, en dat bedoel ik. Dat vind ik ook. Nee, maar jij komt een beetje over als Bambi. En ik kom over als Bakkenbart. Nou. Maar je hebt mij nou wel heel nieuwsgierig gemaakt. Waarom? Moet niet nieuwsgierig. Ja, een kennisje, dat klinkt, zo, dat klinkt zo alsof er een beetje... Dat klinkt het. Ja, dat weet ik niet. Alsof er ook een kusje al is geweest. Nee, gewoon een kennisje. Nou, dan gaan we naar het probleem van de week. Dan gaan we eerst naar de jongens van Sporthuis Centrum en van de Bolt Express. Heb ik nou zitten kijken? Ja, even voor de mensen thuis. Jij hebt het over de mensen van Sporthuis Centrum en de Boten Express. Ja, je weet goed wie ik bedoel. Zeg jij maar wie ik bedoel dan. Ja, ik denk dat je bedoelt... De mensen die allemaal hier naartoe komen voor asiel. Oh, oké. Okay. Nou, dan moeten we... Vorig jaar hebben ze 6,5 miljoen uit moeten keren voor wachtgeld. Nou is het 65 miljoen waar ze uit moeten keren voor wachtgeld. Dat is vertienvoudigd. Nou, we zitten in een periode, niemand verdient de kost. Dan duwen ze 65 miljoen staatsgeld doorin. Dat is toch belachelijk. Nou, dan krijgen we Klaas Dijkhoff. Hè? Klaas Dijkhoff doet net of je niet weet wat hij gaat doen. Nou, die weet echt wel wat hij gaat doen, want je hebt nou al een topfunctie aangeboden. Ja, hij stopt met de politiek. Hij gaat de Tweede Kamer uit, zegt hij. Die stopt met de politiek, maar die heeft nou al een functie aangeboden gekregen. Die gaat nu al naar een topbaan toe, hè, waar hij zijn zakken vult. Want in de politiek komt hij niet meer geloofwaardig over. Hij heeft een paar misstappen gevat met verkeerd declareren en heel de flikkerse boel. En die weet al lang wat hij gaat doen. Maar die doet net of hij niet weet wat hij gaat doen. Nou, gaan we even verkeerd kijken nog vlug. Er is hier een pedoclub van 16.000 leden. Daar weet de regering en alles weten ze ervan. Toen maken ze die laten ze gewoon persoon, die pedoclub. En die Zwarte Piet heeft heel de regering mee korte matten gemaakt. En ik denk pedo erger is voor kinderen als een keer gepast worden als Zwarte Piet, hè? Of niet? Ja, dus ze meten gewoon verkeerd. Dat mag toch niet, jongen? Nou, waar vind jij dan van die pedo-jagers die nou tegengewerkt worden? Er zijn die gasten die hebben op Facebook en die lokken dan pedo's en dan in de val en dan die pedo-jagers. Ja. En nou zegt Grapperhaus, die zegt, ja, dat moet het niet doen. Maar zelf doen ze er niks aan. Als ik een kind heb wat misbruikt is, ja, dan denk ik niet dat ik braaf ben. Dan denk ik dat ik ook niet zo leuke dingen doe. Nou, ik durf het ook wel te zeggen. Als ik een volwassen vent aan een kindje zie komen, dan blijf ik net zo lang slaan dat hij niet meer opstaat. Ja, ik... Dan schop ik de lichtjes uit zijn ogen. Oh. Het is maar goed dat je niet meer meedoet met de Sint-Jan, met die progressie. Hoe is die rupsen, progressie? Progressie? De lichtjesprocessie. Progressie. Processie, rups. Het is maar goed dat je niet meer meedoet. Even kijken. Ik ken toen niet dit. Ja, nou ja, zeker. We hebben alles gehad, jongen. Ja. Oeh, wacht even. Serie Zwarte Piet, serie Zwarte Piet. Die beurt nou lesgeld. 8500 euro.
voor de kinderen te leren over Zwarte Piet, tot dat niet goed is. Ja, die airfryer. Ja. Nou, die beurt nou 8500 euro subsidie om te leren dat Zwarte Piet niet goed is aan de kinderen. We leven nu in een crisis, dus al het geld is hard nodig en dan gaat er 8500 euro naar hem toe voor hem te leren van crisis. Ja, naar die gast waarvan zijn volk niks anders heeft gedaan dan slaven drijven. Nou, wat wou je zeggen? Nou, ik heb complimenten gehad. Ik kwam niet meer op de televisie. Nee, trek de wagen toch niet zo aan. Ik dacht dat ik kon incasseren. Je zegt het zelf. Geestelijk niet, heb ik wel meegezegd. Ja, oké, nou ja, dan geef ik jou nou wel een geestelijke hele mooie. We zijn heel veel complimenten geweest. Ja. Vorige week op het scheien van de mat, want we zijn er op de mat, het laatste dingetje wat jij zei. Ja. Dat we niet meer moeten gaan schelden in die maand met het woord kanker. Jij zei K, maar ik noem het gewoon een beetje wel bij naam. En daar zijn heel veel complimenten opgekomen. Ja, dat is echt, neem mij serieus, Betty. Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd van, kijk, als we nou, we misschien beginnen met een maand, maar als we dan nou eens gewoon doortrekken, want dit is gewoon niet goed. Het doet gewoon veel te veel pijn van mensen die ermee te maken hebben gehad. Ik wou dit niet vertellen, dit wou ik jou niet vertellen, maar ik doe het toch. En nou doet het mij pijn, hè. Ja, dat zie ik. Om jou te laten zien hoe de wereld is, hè. Ons Sientje wou nog één keer op stap. Dan gooi ik met de jongens met een groep op stap. Dan komen wij terecht in een kroeg. En ons Sientje, die weet een klein beetje hoe ik in elkaar zit en zo. Ik had allemaal sportjongens bij me. Dus er waren allemaal jongens bij die allemaal uit de weg konden. Dan geef ik jou de rooie waar ze tegen ons Sientje zinnen. Want zij had chemo gehad, dus de horen werden kaal. Toen kwam er iemand naar haar toe, een vrouw, en die vroeg de ander: ben jij nou een vent of word je omgebouwd naar een vent? Dat meende jij niet. Dit zweer ik echt. En dan kan jij zien hoe mensen respect hebben voor iemand die ziek is, hoe ze die behandelen. Ik kom smalens op de sportschool, toen zinnen ze tegen mij: jij weet niet wat er gebeurd is, hè? Ik zeg: waar weet ik niet wat er gebeurd is? Ik zeg: hoezo niet? Hij zegt: Sintje niks vertelt. Dus ik kom thuis, ze staan daar gebeurd zien. Ja, zegt ze. Wat moet ik dan zeggen? Zegt ze: wat gebeurt er dan? Dan hebben we een open land en nou hebben we een leuke hond gehad. Kijk, en daar zijn mensen die denken niet na en die gebruiken dat woord dagelijks. En daar zijn mensen die geen idee hebben wat een andere deur maakt. Ja. Ja. Dus we doen het nog een keer, de oproep. Ja, want gaat het over de decembermaand? Ja. Maar ik denk dat er altijd moet, maar het is wel een woord dat er heel makkelijk uitvloept. Als je echt extreem kwaad bent. Dat is gewoon een aanmensel. Dat klopt. Ik zeg al poepbroek, dat is gewoon een aanmensel. Maar dan ga ik van dat woord, kan ik gewoon poepbroek maken. Dan is alles opgelost. Nou, oké, dus je weet het. En dan zou ik nog dit zeggen, hè. Ik heb nou heel die film meegemaakt, hè. En daar ben ik van geschrokken. Elke week als ik in dat ziekenhuis kwam, zag ik 5, 6 bekende mensen die ik net zo goed ken als jou. En allemaal die ziekte. En dan gewoon mensen dan allemaal roepen. Ik kan het niet maken, jongen. Nee, mee eens. Betty, kondig maar af. Beste mensen, bezoek de mat. Maak er een mooi weekend van. En leef gelukkig en gezond. En maak alles, geniet van je leven.